Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een Action Shop vlog voor je. Ik was even geleden al naar de Action geweest, maar ik had nog niet eerder de tijd gevonden in de planning om de video op te nemen en online te zetten. En ik weet dat sommigen van jullie er al heel erg op zaten te wachten, maar eindelijk is het moment aangekomen om te gaan laten zien welke spullen ik bij de Action heb gekocht. Omdat het alweer een paar weken geleden is dat ik bij de Action ben geweest, weet ik niet meer precies wat er allemaal in de tas zit. Dus voor mij is het ook een beetje een verrassing. Maar goed, ik ga gewoon weer laten zien wat ik dit keer bij de Action heb gekocht. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zullen zoals altijd natuurlijk weer in beeld verschijnen. Ik moet er wel bij zeggen, ik heb twee artikelen, die heb ik wel zelf uitgekozen. Die heb ik uiteindelijk nog voor mijn verjaardag gehad. Daar heb ik dus geen bon van, maar die probeer ik even op te zoeken. Dus als ik daar de prijs van vind, zal die gewoon in beeld staan. Maar ik zal er ook even bij zeggen om welke artikelen dat gaat. Dus mocht je geen prijs zien, heb ik die prijs dus niet kunnen vinden. Goed, laten we beginnen met de spullen. Ik heb allereerst een koektrommel. En hier was ik al een tijdje naar op zoek. Maar deze zijn heel schaars te verkrijgen. Mijn moeder heeft hem, Nathalie heeft hem, die zijn heel erg blij ermee. En ook wel eens, ja, als je een keer visite krijgt, dan wil je een keer een koekje serveren. Maar koekjes blijven nooit vers bij mij. Die, op een of andere manier zijn de meeste koektrommels niet heel geschikt. Nou, deze die sluit heel goed. Kijk, heeft gewoon zo'n sluiting. En hier kun je dan dus mooie koekjes in doen. Ook straks met kerst is dat wel fijn als je weer wat koekjes hebt. Dat je koekjes in ieder geval vet blijven. Want hoe ik het nu doe is dat ik mijn koekjes dan afsluit met plastic. En 9 van de 10 keer blijft dat niet helemaal vers. Dus dat is allereerst deze. Ze hadden alleen een witte. Ik had het liefst een zwarte gehad, maar die hadden ze niet. En omdat ze heel schaars zijn, heb ik dus nu maar een witte meegenomen. Ik ga eventjes een beetje zoeken, want het ligt allemaal zo erg door elkaar heen. Dan heb ik even zo'n nieuwe spuitbus meegenomen voor mijn verfrisser. En ik zag nu deze. Dit is een Frosted Plum of Berries. Het is een special edition. Hij doet me een beetje denken aan de kerst. Ik weet niet hoe die ruikt natuurlijk. Ik kan eventjes hem openen om te kijken of iemand er al mee gespreid heeft. Ik ruik hem heel licht. Hij ruikt wel heel frisjes. Ik ben wel heel erg benieuwd. Maar ja, die dingen die vliegen er doorheen. Dus het is altijd wel fijn om weer eventjes een nieuwe te hebben. Want ik heb hem altijd wel op het kleinste bloemetje staan. Je kunt hem instellen, dat apparaatje. En ja, op hoeveel bloemetjes je hem wil. Ik doe hem altijd op de kleinste. Maar ik merk toch dat ze best wel snel leeg zijn. Dus ik zag deze, toen heb ik die meegenomen. Dan heb ik deze placemat. Het is eigenlijk een placemat. Maar ik vond deze heel erg leuk voor mijn foto's. Want ja, ik maak natuurlijk altijd blogfoto's. En ik vond dit gewoon heel erg leuk als onderpatroon voor eventueel producten op te leggen. Maar je kunt hem dus eigenlijk gebruiken als placemat. Maar ja, ik heb er dus een ander doeleinde voor. Ze hadden meer verschillende kleuren, maar roze sprak mij toch het meeste aan. Want ja, ik hou gewoon van roze. Dan heb ik ook weer een pyjama broek, of een lounge broek eigenlijk. Ik heb die laatst ook al een keer meegenomen, zo eentje, en die beviel heel erg goed. En ze hadden er nog eentje, dus die heb ik mooi meegenomen. Ja, die andere die beviel zo goed en ik heb eigenlijk heel erg weinig van die broeken, dus ik dacht ik neem er weer eentje mee. En zo heb ik er dan toch weer eventjes wat meer tegen elkaar, want die draag ik gewoon 's avonds het liefste. 'S Avonds vind ik het gewoon lekker om in chill kleding te gaan. Dan heb ik twee keer schoonmaakazijn met lavendelgeur. Ik gebruik het eigenlijk altijd om mee te dweilen, maar bij de supermarkt kocht ik altijd deze flessen. Die waren dan van een ander merk, maar die hadden ze niet meer. Dus toen dacht ik, oh, dat is wel jammer. Bij de Action hebben ze ze dus wel. En ja, daar heb ik er dus twee van meegenomen. Omdat ik natuurlijk niet heel vaak bij de Action kom, dan denk ik, kan ik in ieder geval weer even vooruit. Hier zit ook 1 liter in. Dus mooi weer even twee van deze flessen. Dan kan ik weer even vooruit. Ik heb nu een allesreiniger waar ik mee dweil. Dan maak ik eerst die op en kan ik daarna weer met dit spul beginnen. Dus dat was wel fijn dat Action dat dan toch wel weer had.
Dan heb ik een, hoe noem je dit? Stekker. In ieder geval zo'n verlengsnoer heet het. Ik had laatst een verlengsnoer nodig. Ik had nog één kleintje, die heb ik toen gebruikt. Maar ik dacht, ik wil eigenlijk toch wel weer een paar hebben liggen. Want het is gewoon heel vervelend. Ik moet heel veel met verlengsnoeren werken, omdat mijn snoepcontacten in huis echt heel karig zijn. En het fijne bij de Action is dat deze dus zo'n knop hebben, die je dus aan en uit kan doen. Dat vind ik zelf altijd wel prettig. Dus die heb ik in ieder geval ook weer mooi even meegenomen. Dan hebben we die ook weer in huis. Dan kan die gewoon weer op de plek liggen. En als er dan een keertje eentje kapot gaat, heb ik hem liggen. En straks met kerst ga je die dingen natuurlijk ook weer veelvoudig nodigen. Want dat is nou eenmaal het lot van de kerst. Veel lichtjes, hartstikke leuk, maar wel werken met verlengers voor je stekkers. Dan heb ik nog weer 3 kattenbakjes meegenomen. Ik had deze laatst ook al gekocht. Toen had ik degene met de groene binnenkant en ik heb nu dus de bruine binnenkant. Ik vind deze heel erg fijn, want ik doe hier dan de harde brokken in voor de katten. En die gaan ze in ieder geval, kunnen ze deze niet verschuiven. Dus deze zijn vrij stevig. Volgens mij is de tekst verder hetzelfde. Er staat, fine spent time with pets is never wasted op. Dus dat is dan deze. En die heb ik dan 3 keer. Dus eigenlijk gewoon 3 dezelfde. Dus die kunnen dan mooi afgewassen worden. En die kunnen we dan mooi weer gaan gebruiken. Want ja, ik vind dat toch wel belangrijke items om in huis te hebben voor je katten. Even een beetje zoeken. Dan heb ik hier weerstandbandjes. En deze was ik eigenlijk naar op zoek. Want hier heb je er 3. En die kun je dus gebruiken bij het sporten. Ik heb soms oefeningen, dan moet je je benen wat verder uit elkaar zetten. En dan vind ik het handig om zo'n band te gebruiken. En hier heb je er dus gelijk 3. Je hebt er eentje van 5 kilogram, eentje van 10 en eentje van 15 kilogram. Zo kun je een beetje opbouwen. En ik had laatst er wel een andere gekocht. Maar dat was niet helemaal wat ik ervan had verwacht. Dus ik heb nu deze met 3 stuks genomen. Dus die kan ik dan mooi weer gaan gebruiken. Ben ik wel benieuwd naar. Dan ook weer even een setje met batterijen, want die gaan er altijd heel erg hard doorheen. En ik gebruik deze ook gewoon als ik mijn kwasten wil reinigen, moeten deze er ook in. En in je afstandsbedieningen gaan deze, dus dit zijn gewoon, je hebt 10 batterijen. Ze hadden ook alleen Panasonic, ze hadden geen goedkope merk. Nou, denk ik heb ze toch nodig en bij de Action ben ik allicht minder kwijt als bij een andere winkel. Dus die heb ik wel even meegenomen. Dan heb ik hier een mapje en ik heb wat papieren zoals van de droger en zo. Dat ligt nu overal te vallen en gewoon van andere apparaten. Ik denk dat kan dan mooi in een mapje. Dan heb ik het gewoon allemaal netjes bij elkaar. Dit is gewoon zo'n basic mapje met van die dingen die je open doet en hier kunnen dan je papieren in. Voor rood wel een leuke kleur. Dus ik denk, die moet ik gewoon eventjes hebben. Dan ben ik in ieder geval weer eventjes bezig met het ordenen. Hier kunnen gewoon A4-papieren in overigens. Toen kwam ik dit hele handige bakje tegen. En dit is een hanging waste basket. Als het goed is kun je deze ergens aanhangen. En dan kan je dus als je bijvoorbeeld je groenten hebt afgehaald, die kun je dan heel makkelijk hier zo in laten glijden. Als je bijvoorbeeld restjes hebt van je groenten, dan kan je het er zo heel makkelijk in doen. En dan kun je het heel makkelijk wegdoen. Hun hebben hem hier aan een keukenkastje bevestigd, dat zou kunnen. Maar het is dus echt een beetje voor je GFT-afval, zodat je het makkelijk kunt weghangen. Ik denk niet dat je hem aan je ding kunt hangen, dus niet in je gootsteen. Maar ja, ik vond het wel heel erg handig, dus ik denk die wil ik wel eventjes meenemen om te kijken of dat bevalt, zeg maar. Dan heb ik nog een soort van plateautje gekocht. En hier zag ik het ook alweer voor me voor productfoto's. Je kunt hier natuurlijk heel veel dingen mee doen. Je kunt er ook kaarsjes leuk op zetten. Maar ik zie het dan voor me om hier producten op te leggen die ik heb gefotografeerd. Ik
vind het leuk om daar een beetje variatie in aan te brengen. Zodat je producten er leuk uitzien op de foto's voor de blog. Dus die heb ik eigenlijk daarvoor gekocht. Maar je kunt er dus verschillende kanten mee op. Dan heb ik een houten blok. En deze is voor een DIY project. Ik wil namelijk een... dat heb ik al een tijdje in mijn hoofd. Een soort van plaatje maken bij de deur met mijn naam en de naam van de katten erop. Nou heb ik een houtbrander, dus toen dacht ik, nou hoe leuk is het om dit hier zelf een plaatje van te gaan maken. Dat is dus weer voor een DIY project. Ik weet nog niet wanneer ik het ga uitvoeren, maar dat leek me wel gewoon heel erg leuk om dat hiermee te gaan proberen. We moeten zelf nog wel eventjes iets van een haakje aanmaken, zodat die ook daadwerkelijk buiten komen hangen. Maar ik vond het echt fantastisch. Bij mij hangt het ook droog, want ik heb een overkapping bij mijn voordeur. Dus bij mij komt er geen regen doorheen of erge winterse buien. Maar goed, ik denk inderdaad, als je geen overkapping hebt, zal het niet echt overleven. Maar bij mij moet het wel lukken. Maar eerst maar eens kijken of ik hier ook daadwerkelijk echt... wat opgegraveerd krijg. Maar misschien dat ik hier nog wel een losse video van ga maken. Over hoe ik dat ga maken in combinatie met de houtbrander. Mocht je dat leuk vinden, laat het dan ook zeker eventjes weten, zou ik bij deze zeggen. Dan heb ik ook weer wat make-upjes meegenomen. Allereerst heb ik een Rainbow Glow Lipgloss. Ik vond dit er zo grappig uitzien. Ik weet echt niet wat het resultaat gaat zijn. Je zou er gewoon glimmende lippen van krijgen en hij zou niet plakken. Nou, dat is natuurlijk altijd fijn. En je zou er ook nog zachte lippen van krijgen. Ik vond het er gewoon heel leuk uitzien. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe die lipgloss er op je lippen uitziet. Ja, misschien krijg je gewoon eerst paars en hoe verder je komt. Maar misschien wordt het ook wel een rainbow iets. Ik vond het er in ieder geval hartstikke leuk eruitzien. Dus ik ben er wel benieuwd naar. Eindelijk hadden ze hem. De gel eyeliner. Ik ben hier zo lang naar op zoek geweest. Ik heb deze jaren geleden heb ik deze gebruikt. En ik vond deze fantastisch. Ik gebruik nu voornamelijk eyeliner pennen. Maar ik ben toch eigenlijk wel heel erg fan van gel eyeliner. Het is gewoon de zwarte variant. Dus ik dacht, oh, nu hebben ze hem weer. Er zit ook een kwastje bij die overigens ook altijd heel fijn is om mee te werken. Heel precies mee werken. Ik ben heel blij met mijn eyelinertje, want nu kan ik die eindelijk weer gaan gebruiken. Want ze hebben ze zo lang niet gehad en nu hadden ze ze eindelijk. Dus nu dacht ik, nu ga je mee. Dus ik heb ook gelijk 2 stuks van meegenomen, omdat ze ze dus niet altijd hebben. Dus nou, ik was hier altijd al heel groot fan van. Dus blij dat ze ze hadden. Even kijken hoor. Dan hadden ze nu ook... verzorging voor de nagels. En ik heb hier allereerst een High Shine topcoat meegenomen. Ze hadden nog eentje, maar die hadden ze niet. Dat was een gele en die was er op dat moment niet. Dus dat was wel jammer. Even kijken of er nog eentje in zit, maar ik geloof het niet. Dus de topcoat hadden ze wel, dus die heb ik meegenomen. Ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik heb momenteel een kleurtje op van de Action van de gewone nagellak. En ik moet zeggen, die gaat echt goed. Die zit er nou al vanaf zondag op. Is nog steeds mooi. Hier zit trouwens geen bezem topcoat onder. Dat moet je wel bij zeggen. Maar ik ben hier wel heel erg benieuwd naar. En ik heb dan ook een Rich Filling Base Coat. Ik had gehoopt dat ze ook de gele variant hadden. Maar die was er dus niet. Dus die heb ik in ieder geval ook. Leuk dat ze nou ook met dit soort producten komen. Heb ik nog nooit eerder van de Action geprobeerd. Dus ben ik wel benieuwd naar. En dan was er een nieuwe oogschaduwpalette. Namelijk het... Seductive Dream 18 Color Beauty Palette van Fab Factory. En hoe mooi ziet die eruit. Ik was helemaal om toen ik hem zag. En ik dacht, oh, die wil ik hebben. Op de achterkant zie je de kleuren. Maar ik ga natuurlijk het paletten openen. En dan zijn dit de kleuren. In deze paletten zitten verder geen spiegel, maar een tutorial. En dan zijn dit de kleurtjes. De namen staan onder de pens. En ik werd zo helemaal... weg. Ik werd gewoon helemaal gek toen ik de paletten zag. Zo mooi vond ik hem. Dus ik denk, oh, die moet mee. Die ga ik lekker proberen. Ook het uiterlijk vind ik gewoon fantastisch. Dus ik vind hem echt prachtig. En ik heb het idee dat hij ook wel weer als een malle uitverkocht zou zijn. Want het is gewoon een heel prachtig palet om te zien. Dus heel blij ook met deze. Dan gaan we gelijk even door naar de knutselspullen. En ik moet een beetje kraken. Alles ligt een beetje door elkaar.
Allereerst heb ik metallic markers gekocht. En dit zijn 5 markers. Het zijn duo markers. Ze hebben dus een brush tip en een fijne tip. En dat zijn deze. Ik heb hier allereerst dit soort kleurtjes in zitten. Dit is groen, donkergroen, roze, paars en blauw. Heel mooi om te zien. Dit is natuurlijk ook heel erg leuk op zwart papier. Ga je dit heel erg mooi kunnen zien. Dus daar was ik wel heel erg benieuwd naar. En ze hadden dus ook een zwarte variant. En daar zitten dus dit soort kleurtjes in. Zwart, of nee, zilver, goud, brons. Ja, dit ben ik nog niet helemaal over uit. Ja, paarsachtig, maar meer lila en een zwarte kleur. Dus hier ben ik ook wel heel erg blij mee. Die zagen er heel erg mooi uit. Als ik zo kijk is het meer bruin trouwens, die ene kleur. Naast die zwarte. Maar ja, heel erg leuk om op gekleurd papier te gebruiken. En misschien ook wel heel erg leuk als je kerstkaarten maakt of zo. Om dit soort dingen te gebruiken. Dus ja, super. En het is ook heel handig in een zwarte bullet journal. Dan heb ik hier een product wat ik dus voor mijn verjaardag nog had gekregen. En dat is deze Marcus & Feiners in etui. Hier zitten dus zowel markers in en ook fineliners. Er zitten ook witte pennetjes bij. Dat is natuurlijk ook wel weer heel erg leuk. Bij zwart papier zitten 24 producten in. 24 stiften en dus in een etui. Maar goed, deze heb ik dus cadeau gekregen voor mijn verjaardag. Dus ik hoop dat ik daar de prijs nog van kan vinden. Maar deze had ik eigenlijk vooral meegenomen omdat ik hier... Ik had namelijk gezien dat deze een heel andere tool zijn bij het volgende product. En dat is bij spiraaltekenen. Spiraaltekenen is een nieuw iets. En dat houdt in dat je een rondje hebt. Ik heb hier toevallig degene met history. En hier zitten dus vooral bekende mensen in. Dit is dus de bedoeling. Ik zal er eentje bij pakken. Kijk, je hebt zo'n spiraal. En je moet die lijntjes gaan volgen. Ik hoop dat... Kunnen jullie dat wel zien? Het is heel licht. Die lijntjes moet je volgen. En als je dat goed doet, komt er dus één van deze tekeningen uit. En dat vond ik zo leuk. Het leek me zo leuk om te doen. Ik denk nog best wel dat het een beetje moeilijk is. En misschien moet ik het even met potlood doen. Maar het is dus wel heel leuk. En daar zijn dus deze. Er zitten hele fijne lijntjes in. Dus heel erg handig voor. Ik heb ook een variant met animals. En hier zitten ook hele mooie dieren in. Ik laat de binnenkant nog even niet meer zien. Want het is toch niet zichtbaar op camera. Je hebt een giraf, een biggetje, apen, tijgers, olifant, zebra. Nou, van allerlei dieren. 20 platen. En ik heb er ook nog eentje met around the world. En hier zitten dus gebouwen in. Oh, ik zie deze. Kijk, de Eiffeltoren. Wauw. Nou, ik ben zo benieuwd of dat ik dit kan. Dat is natuurlijk wel eventjes de vraag. Misschien kan ik het wel helemaal niet. Maar dat gaan we gewoon proberen. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk. Nou, dan heb ik nog zo'n cadeautje wat ik dus had gekregen. En dat zijn de Metallic Calligraphy Twin Markers. Ook weer in zo'n storage box. En dit zijn dus metallic kleuren. Die kun je dus gewoon op de andere zetten. Ze hadden deze in één variant. En hier heb je dus ook weer verschillende maten in. En dit zijn dus eigenlijk de metallic kleuren. Deze kleuren zitten erin. Maar nogmaals, deze heb ik dus ook cadeau gekregen nog voor mijn verjaardag. Dus ja, hartstikke leuk en heel erg blij mee. Dan heb ik ook weer een paar luxe paperblocks meegenomen. En dit zijn al de kerstvarianten. Deze, hier zitten dus dit soort platen. En ik zal er even een paar van de binnenkant laten zien hoor. Kijk, je hebt hier gewoon... van die uitdrukpatroontjes die je kunt gebruiken met kerst. Het zijn natuurlijk allemaal kerstgerelateerde producten. Van dit soort plaatjes die je dus uit kunt knippen. En dus gewoon papieren, zoals heel mooi goud. Oh, dat is lekker weerkaatsend in de camera. Ook bruin. Dus dit soort dingen zitten daarin. En daar heb ik dus deze variant van. En ook deze.
En ja, hier zitten dan dit soort dingetjes in. Kijk, ook weer plaatjes. Weer van die quotejes. En hier hebben ze dan ook, kijk, het is eigenlijk gewoon doorzichtig papier die je kunt uitknippen. En dan hele leuke patroontjes ook. Kijk. Oeh, glitters. Heel erg leuk. Maar ook gewoon van dit soort patroontjes. En dan heb ik er nog eentje. En dat is deze. Er zitten deze platen in. Nou, weer een paar uitdrukplaten natuurlijk. Weer teksten. En dan ook weer... Oeh, die! Wauw! Ja, voor jullie is het echt niet lekker om te kijken, maar ook met sterretjes. Dus heel erg leuk om weer in een bullet journal te verwerken. En dan heb ik een multi-storing box. En hier was ik al een tijdje naar op zoek, want hiermee kun je dus enveloppen heel strak maken. En volgens mij kun je ze ook uitsnijden als ik het goed heb. Ik had deze al een hele tijd geleden een keer op het oog, maar die kon ik toen niet vinden. Maar hiermee kun je dus eigenlijk heel makkelijk zelf van een papiertje een envelopje vouwen. Er zit ook een soort mesje bij om de vouwen heel strak te maken. En ja, ik was er dus al een tijdje naar op zoek. Maar je kunt er dus ook gewoon van die boxjes mee maken om cadeautjes in te stoppen. Er zit een pons bij. Ja, er staat vast een hele... Je moet het kaartformaat kiezen, het papier op maat knippen. Dan moet je de papier langs de bijpassende skull marker houden. Ja, nou, het is een hele gebruiksaanwijzing. Maar ik was hier al echt een tijdje naar op zoek, dus ik was heel blij dat ik hem nu heb gevonden. En dan kwam ik ook deze tegen. En dit is een airspray. En hiermee kun je dus ook hele leuke dingen maken op kaarten. Er zit een pen bij en een spraytje. Er moeten denk ik wat batterijen in. En hierdoor kun je dus met die pen patronen insprayen. Ik vond het zo leuk, ook voor kaarten. Dus ik dacht, nou, dat ziet er gewoon hartstikke leuk uit. Dat wil ik gaan proberen. Misschien ook nog wel leuk in een video. Mocht je nou van een van de knutseldingen ook een video willen zien. Of van een van de make-up producten, mag je het natuurlijk gewoon laten weten. Maar ik was hier wel heel erg benieuwd naar. 8 solid color, 4 neon color zit. Dus ook al pennen bij. Een airbrush, dus er moet een AA batterij in. Goed dat ik die dus heb gekocht. 12 kleuren airspray markers en 8 effen kleuren en 4 neon kleuren. En 1 stencil krijg je er dus bij. Dus dit stencil zit erbij. Leuk om te gaan proberen. En dan ben ik toe aan de laatste producten. En die zal ik er eventjes bij pakken. Want het zit allemaal een beetje door elkaar heen. En dat zijn stempels. Ik had namelijk weer wat leuke nieuwe stempels gezien. En... ik was er echt naar op zoek. Ik heb hier allereerst een heel leuk vogelhuisje. Deze hebben trouwens een gekleurde achterkant. Dus die vond ik heel leuk. Een hele mooie vlinder. Altijd leuk om ook te verwerken in bullet journals. Een mooie bloem hadden ze. Ik heb een olifant. Heel leuk. Die kun je dus zelf ook gewoon heel leuk inkleuren. Nog een egeltje, maar deze heeft een cadeautje op zijn rug. Die is ook heel leuk voor een verjaardag. Ik had natuurlijk al een hele mooie egelstempel, maar deze is dan net weer even iets anders. Dan een envelopje met bloemen heb ik nog. Heel leuk. Een zebra. Heel leuk. Leuk om zelf echt ook in te kleuren. En de laatste die ze hadden, dat was de giraf. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Dus heel blij ook weer met de nieuwe stempels. Dan was ik alweer even naar op zoek en dan vind je ze ineens. Dus ja, wel weer heel erg blij mee. Dan waren dit weer alle producten die ik dit keer bij de Action heb gekocht. Ik ben heel blij met alle spullen. Ja, best wel veel van de knutselafdeling ook dit keer.
Maar daar ging ik ook eigenlijk een beetje voor. Want ik had weer een heleboel leuke spullen gezien. Gelukkig ook wel echt weer wat gebruikersdingen. Maar ja, ik ben in ieder geval weer heel erg blij met alle aangekochte spulletjes. Ik ben benieuwd wat jij het leukste product vond wat ik dit keer heb meegenomen. Of misschien zat er niks bij wat je leuk vond. Kan natuurlijk ook. Nogmaals, mocht je ergens een video van willen zien, laat het gewoon even weten bij de comments. Want ja, dan kan ik daar natuurlijk altijd een videootje van opnemen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online is gekomen. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!